Na het congres van Wenen in 1815 kwamen er in Europa allerlei politiek-maatschappelijke stromingen op die veranderingen door wilden voeren in de maatschappij. Maar er was ook een grote groep mensen die juist helemaal niets of in ieder geval zo min mogelijk wilden veranderen of die zeiden dat al die veranderingen wel erg snel gingen. Nou en die mensen die komen in deze laatste video van deze historische context aan bod. En de twee belangrijkste groepen zijn de conservatieven en de confessionelen. Laten we eerst eens even naar die conservatieven gaan kijken. Wat is dat conservatisme? Nou, dan zit het woord conserveren in, hè, behouden, bewaren. En uh, conservatieven die wilden zoveel mogelijk uh, bestaande tradities en bestaande machtsverhoudingen uh, wilden ze behouden. En net als een conserveblikje dat ik hier heb afgebeeld. Dat moet ook zorgen dat wat in het blikje zit, zo lang mogelijk goed blijft, zo lang mogelijk hetzelfde blijft. Conserveren dus. Ja, en de conservatieven moesten dus niets hebben van al die veranderingen die de liberalen of de socialisten of de feministen door wilden voeren. Nee, laat het maar zoveel mogelijk bij het oude. En hun belangrijkste opvattingen waren toch wel dat het kiesrecht niet verder uitgebreid moest worden. Uh, dat uh, bij die sociale kwestie uh, de overheid de arbeiders geen rechten moest geven. Hè, dus geen kiesrecht, bijvoorbeeld ook geen andere rechten of iets dergelijks. Maar ja, hè, ze hadden het wel ellendig, dus ze moesten wel goed voor ze zorgen. Maar die overheid moest dus als een soort vader eigenlijk uh, voor uh, die, die arbeiders zorgen. Dat waren afhankelijke kinderen, zo werden ze dan ook gezien. En als er al veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd, dan zou dat heel geleidelijk moeten gebeuren. En niet zomaar boem, pats, ineens iets anders. Nee, heel geleidelijk, zodat mensen eraan kunnen wennen. En zodat het past bij de tradities die er al langer zijn. Dus zeg van: oh jongens, nee, dit gaat allemaal veel te snel. Rustig, rustig. We moeten het allemaal zoveel mogelijk bij het oude laten. Dat is een beetje waar het conservatisme voor staat. Nou, en dan die confessionele laten we die er eens bij pakken. Confessie zit erin, confessie is een geloof. En een uh, confessionalisme is dan ook een politieke stroming die een samenleving wil op basis van christelijke normen en waarden. Ja, en dit was in veel landen, zeker in Nederland, wat, was dit een hele grote politiek-maatschappelijke stroming. Omdat veel mensen simpelweg uh, heel erg uh, gelovig waren, oftewel katholiek, oftewel protestant. Nou, een belangrijke opvattingen van de confessionelen waren de volgende: ook geen uitbreiding van het kiesrecht, dat hoeft allemaal niet. Hè? God had een bepaalde orde gecreëerd en daar had je je maar naar te vrouwen, daar had je maar eh, naar te gedragen en in te schikken. En als het dan ging over die sociale kwestie, hè, dus over de vraag of het lot van de arbeiders verbeterd moest worden en hoe dan precies. Ja, daarvan zagen die confessionelen dus van, ja hallo, daar uh, pikt het socialisme heel veel van onze uh, mensen af, zeg maar. Hè, dus die, die, die vanuit de kerk naar het socialisme gaan, om het zo maar te zeggen. En daarom gingen de confessionelen ook religieuze vakverenigingen oprichten, zodat christelijke arbeiders zich aansloten bij de christelijke vakbond en dus niet overstapten naar uh, de Sociaal-democratische vakbond of erger nog naar het communisme. Die confessionelen die zagen eigenlijk voor die samenleving een soort christelijk-sociale politiek als voor ogen. Daar moest de overheid voor zorgen en dat, dat, daar zaten verschillende dingen in: de regering die moet rekening houden met de belangen van de gehele bevolking: oud, jong, arm, rijk, moet allemaal rekening mee worden gehouden. Uh, maar er moet geen scheiding komen tussen kerk en staat, hè. Dat, dat, dat hadden veel verlichte denkers bijvoorbeeld ook gezegd, van uh, nou ja, het geloven zie, dat, dat moet je niet vermengen met, met staatszaken, uh, met het onderwijs bijvoorbeeld, maar de confessionelen zeiden dus nee, dat moet je juist wel met elkaar verweven, dus geen scheiding daartussen. En in die sociale kwestie dus, uh, laat dat zoveel mogelijk over aan de samenleving, uh, maar de zwakkeren, die moeten wel beschermd worden. Dat, dat is eigenlijk waar die christelijke sociale politiek op neerkwam en dat burgerlijk gezinsideaal wat we ook al eerder zagen hè, bij die vorige video van het feminisme, ja dat had die confessionelen heel hoog in het vaandel staan, want het gezin dat zagen ze echt als de hoeksteen van de samenleving hè. Dus, dus als mensen leefden in een gelukkig gezin, waarin dus uh, vader, moeder en kinderen allemaal hun rol kenden en hun rol ook pakten zoals dat moest volgens dat ideaal ja dan zou dat zorgen voor een gelukkig gezin en uh, allemaal gelukkige gezinnen in een straat zou zorgen voor een gelukkige straat en al die gelukkige straat, Zouden zorgen voor een, 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 een fijne goede buurt en uh, al die goede buurten zouden we zorgen voor een goede stad en dat zouden zorgen voor een goed en stabiel land en dergelijke waarin iedereen gelukkig was. Dus dat gezin dat zagen ze echt als, als, als de hoeksteen, de belangrijkste bouwsteen van, uh, van de samenleving. Maar zowel voor die conservatieve als voor die confessionele geldt dus dat ze een afkeer hadden van veranderingen, ze wilden het zoveel mogelijk bij het oude laten en ze vonden al die ideeën van de liberalen en de socialisten en de feministen die dus een oorsprong hadden in de verlichting, ja dat vonden zij dus eigenlijk allemaal niks. Laat het maar zoveel mogelijk bij het oude. Maar goed, dat konden ze wel willen. We hebben in de afgelopen 19 video's hebben we gezien dat die ideeën van de verlichting juist voor heel veel grote veranderingen in de maatschappij zorgden en nog steeds zorgen.